down and tired of living life on a merry-go-round. And you can find a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out and move mountains. We're gonna walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. And I'll rise up, high like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet and move mountains, bring it to its feet and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like today. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. For you, for you, for you. Like today, we'll rise up. In spite of the ache, we'll rise up, and we'll do it a thousand times again. We'll rise up, high like the waves. We'll rise up, in spite of the ache, we'll rise up, and we'll do it a thousand times again. Ja, lieve mensen, en ik sta hier met kippenvel. Ik weet niet hoe het u vergaat. Wat een prachtige opening. Welkom iedereen bij deze bevrijdingsdag en bij deze Maduro-lezing van 2023. Georganiseerd door Nieuw Metropolis Zuidoost en het 4 en 5 mei Comité Zuidoost. Sinds 2016 wordt de Maduro-lezing gepresenteerd. En dit was toen ter ere van de 100ste geboortedag van George Maduro. Het verhaal van George Maduro is een van die oorlogsverhalen die eigenlijk een nieuw bewustzijn inluiden.
Een bewustzijn waar voorheen nog weinig over bekend was. En dat is namelijk van de Nederlanders met een migratieachtergrond. Al behoren zij of behoorden zij tot het Nederlands Koninkrijk. Denk bijvoorbeeld ook aan Anton de Kom en Boy Ekeri. Mijn naam is Fedwa Aloui en ik vind het een eer om deze lezing samen met u vorm te mogen geven. En ik heb zelf ruim 12 jaar op Curaçao gewoond en ik vond het schokkend om te merken hoe weinig er eigenlijk bekend is in Nederland over deze verhalen. En het is een stukje geschiedenis waar ik in ieder geval nooit wat over had gehoord hier in Nederland op school. Wist u bijvoorbeeld dat een van de belangrijkste aanleveringen van brandstof, dat gebeurde dus aan die geallieerden, dat gebeurde vanuit Curaçao en Aruba. En dat de bauxiet bijvoorbeeld voor het maken van vliegtuigen kwam uit Suriname. Dit zorgde er onder andere voor dat er Duitse onderzeeërs aanwezig waren in het Caribisch gebied. En daaromheen zijn allemaal verhalen bekend. Daar, maar niet hier. En het was dus een cruciaal element van die Tweede Wereldoorlog. En nou, nogmaals, ik had daar nog nooit over gehoord op school. Deze kennis en het gevoel onderdeel uit te maken van die geschiedenis is belangrijk. Zowel voor de mensen met die migratieachtergrond als mensen die dat niet hebben. Want alleen dan, als die kennis gedeeld wordt, kan je een geheel vormen. Maar het is ook belangrijk voor de voortzetting van de herdenking en van die Tweede Wereldoorlog, want de nieuwe generatie zal het over moeten nemen en er zal er vorm aan moeten geven. Nou, we hebben zojuist al kunnen genieten van Valeriza Yorks met het nummer Rise Up. Zij zal later nog een keer terugkomen om meer muziek van haar ten gehore te brengen. Na de lezing zal er ook een panelgesprek hier plaatsvinden. En ik wil iedereen ook uitnodigen eventueel met vragen of opmerkingen daaraan deel te nemen. En dan is nu het moment aangebroken voor de Maduro-lezing van 2023. Het thema dit jaar is leven met oorlog. Dit jaar wordt de Maduro-lezing verzorgd door iemand met een zeer indrukwekkende carrière. Hij is historicus, schrijver, programmamaker en oorlogsverslaggever. Al was hij werkzaam als universitair onderzoeker bij het Centrum voor Vredesonderzoek en ontving hij onderscheidingen als ambassadeur en journalist voor de vrede. Zijn werkzaamheden vinden plaats in conflict- en oorlogsgebieden. Hij schreef verschillende scenario's over oorlog en vrede, maakte documentaires over dit thema en als oorlogsverslaggever maakte hij reeds vele reportages. U gaat luisteren naar de Maduro-lezing van 2023, gegeven door Rudy Franks. Ja, ik ben ook een beetje een exotische stem. Ik kom van het zuiden, van België. Ik hoop dat jullie mij verstaan, mijn accent. Ja, ik moest er ook aan denken van 4, 5 mei. Wij kennen dat in België, niet? Wisten jullie dat? Wij hebben nu pas, heb ik begrepen dit jaar, is er een 8 mei-comité opgericht om ook proberen aan herdenking te doen van de bevrijding van België na het einde van de Tweede Wereldoorlog, de 8 mei. Dus voor mij is dit een goede oefening voor tegen dat ooit goedgekeurd zal zijn. En ooit ook een officiële feestdag. Maar wil nu het toeval, nu dat ik de inleiding hoorde, dat ik deze week nog iemand gaan interviewen ben. Ik ben ook historicus en dat passioneert mij. Een van de allerlaatste getuigen van in België, van het verzet, die eerst in het verzet geweest is. Dus piloten die neerstorten van de Engelsen, hielp ontsnappen, munitie bracht en zo. Maar dan op het einde van de oorlog, want België is een jaar vroeger bevrijd dan Nederland, in de brigade Piron, zoals dat heet, de voorloper van ons leger. En die is zo mee naar Nederland gekomen, om boven de Moerdijk en naar Arnhem om proberen Nederland te bevrijden. En wil nu het toeval, ik ging daar tegenover zitten, tegenover die man van intussen 98. Zijn naam was André Liégeois, een zeer oer-Belgische naam.
En wat bleek hij? Half Congolees te zijn. Iets wat eigenlijk... Hoeveel mensen van Marokkaanse origine, van Congolese origine, hebben eigenlijk ook in ons leger gediend, hebben ook in onze loopgraven meegestreden. Dus, en hij was mee tot hier gekomen. En hij vertelde mij het verhaal om waarschijnlijk... pakken. Ik ga het maar heel kort samenvatten, want ik moet er nog een documentaire over maken. Is dat hij ook mee bij de bevrijding van Rotterdam was. En hij vertelde over ja, wie dat ze gevangen namen en zo. Maar dan moest hij verder, en dat heeft mij heel erg gepakt, dan moest hij verder naar Duitsland trekken. En ging hij daar en hij dacht, ja, het gaat hier feest zijn, want er waren in hun konvooi Britse verpleegstertjes bij. Dus hij vond dat wel een leuk idee. En hij dacht van, ja, dit gaat hier wel fijn zijn, we hebben de oorlog gewonnen. Tot die ambulances van die verpleegsters opengingen. En hij zei, en hij had opnieuw de tranen in de ogen, en ik bijna met hem. Er kwamen uit die ambulances mensen die nog amper als mensen te herkennen vielen. Ze hadden die gehaald in de kampen. En ze hadden die uit de kampen gehaald. En zij moesten daar dan, en hij moest die binnendragen, want die hadden geen enkele kracht meer. En ze moesten die daar leggen. En gedurende weken moesten ze met 2 soldaten per oud-gevangene van Dachau en Auschwitz en zo aan het bed blijven. En langzaamaan met kleine gewichtjes hun armen aanhangen en hun benen, dat ze langzaamaan een klein beetje meer spieren kregen. Totdat ze over... En hij wou rantsoenen geven, maar dat was de strengste verboden, want ze moesten met de lepel heel langzaamaan terug tot leven gebracht worden. Dat was voor mij het verhaal van André Liégeois. Nu, puur inspiratie van het moment, want daarvoor kwam ik niet naar hier. Maar ik wil u meepakken naar de oorlogen die ik de voorbije 30 jaar en net iets meer, 35 jaar meegemaakt heb. Mijn leven is eigenlijk bepaald geweest en overheerst door oorlogen elders. En van die oorlogen elders zie ik de sporen overal, in ons straatbeeld, in alles wat ik zie. Hoeveel mensen die ik gekend heb, bijvoorbeeld in Afghanistan, Irak, Gaza, Somalië, zijn daarna moeten vluchten. Mensen die met mij gewerkt hebben, die gewoon vertaler, fixer waren, werden daarna met de dood bedreigd, zijn moeten vluchten, heb ik moeten helpen om ja, die zitten nu in Antwerpen, in België, in Amerika, wherever. De wereld is... Oorlog bepaalt onze wereld. En de inspiratie voor de manier waarop ik aan journalistiek wil doen en naar oorlog gaan, is bepaald door een vrouw, mind you. Een vrouw, Martha Gellhorn, die ooit het gezicht van de oorlog schreef. Martha Gellhorn was een oorlogsschrijfster, correspondente, die dat vorige eeuw deed, meer dan 40 jaar. Ze is ook nog de vrouw geweest van Hemingway, trouwens. Misschien dat dat... Het is jammer dat ze daarvoor bekend gebleven is en niet voor wat ze gedaan heeft. Want ze heeft op een ongelooflijk betrokken manier over oorlog geschreven. En één zin inspireerde mij vooral, omdat het ook over die kampen ging. Zij was als een van de weinigen of eersten die naar de kampen ging in Duitsland. Waarom? Omdat zij vond dat het haar taak was om niet per se het feest van de bevrijding te gaan doen, maar om naar die duistere plek te gaan waar ze van had horen vertellen. En ze kwam daartoe en zij schreef, ik ga maar een paar kleine zinnetjes voorlezen. Achter het prikkeldraad en de omheining onder stroom zaten de skeletten in de zon en keken of ze luizen hadden. Een leeftijd en gezicht hebben ze niet. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. En lijken op niets dat je ooit zult zien als je geluk hebt. André Liégeois, vandaar die band, had dezelfde ervaring, had geen geluk. Die zinnen pakten mij op zo'n manier dat ik dacht van ik moet naar oorlog gaan en het gezicht van de oorlog tonen. Ik moet niet per se... Ik heb op de universiteit gewerkt. Hè. Ik heb daar 3-4 jaar niet mijn broek gesleten, maar heel veel boeken gelezen, rapporten geschreven. Maar de werkelijkheid gaan bekijken, met mensen van vlees en bloed spreken in oorlog, pakt u veel meer mee en laat u veel meer begrijpen wat oorlog is. Ik noem dat mijn grote theorie, is namelijk je moet via het hart in het hoofd van de mensen doordringen. Door menselijke verhalen te brengen. Ik ga je nu 20, 25 minuutjes naar een aantal menselijke verhalen meepakken die Martha Gellhorn zou kunnen begrijpen hebben. Ik ga de zin die mijn leitmotief is geweest gedurende al die jaren van het boekje, je ziet, is helemaal versleten. Ik heb het moeten plakken om het aan elkaar te houden. En daarin zei ze, op de een of andere absurde wijze zag ik het als mijn beroepseer daarheen te gaan waar ik naartoe wilde en mijn kopij op tijd in te sturen. Maar ik kon mezelf niet wijsmaken dat mijn werk als oorlogscorrespondente er ook maar één moer toe deed.
Oorlog is een kwaadaardige ziekte, een idiotie, een gevangenis. En de pijn die erdoor veroorzaakt wordt, laat zich niet vertellen, is ook onvoorstelbaar. Maar oorlog vormde onze levensomstandigheden en onze geschiedenis, de plaats waar we moesten leven. Ik weet niet voor welke oorlog ze die zin schreef, maar ik kan hem toepassen op elke oorlog die ik heb meegemaakt. Op elke oorlog. En ik ben begonnen in Roemenië in 1989 en ik heb daar mensen zien doodschieten. Ik was nog een broekje, want het was mijn allereerste opdracht. Het was kerstmis, vandaar dat ze waarschijnlijk het broekje naar Ginder stuurde, omdat er al de rest zat thuis bij de feestdagen. Maar ik had het geluk en ik wou er naartoe gaan, ik heb het overleefd. Een collega van mij is toen gedood trouwens. Maar ik ben niet geschokt geweest door de gevechten in Roemenië, maar ik was geschokt toen ik in Boekarest aankwam en dan daarna buiten de stad ging en ik in de weeshuizen terechtkwam. Ik weet niet dat mensen zich nog de weeshuizen van Roemenië herinneren. Als je daar aantreft, of psychiatrische gevangenen, of weeskinderen, en dat lag allemaal door elkaar, die in hun uitwerpselen liggen, geketend aan hun bed, met 3, 4 in 1 bed bij elkaar geduwd, die niet kunnen praten, omdat er nooit iemand met hen gepraat had in hun leven, dus alleen maar stamelden, en daardoor misschien psychisch gestoord leken, toen dacht ik, een regime dat dat veroorzaakt, het verbaast me niet dat hier een revolutie komt. Het verbaast me niet dat hier oorlog komt. Op die manier leerde ik begrijpen van waar oorlog komt. Ik ben geen ik mag niet het woord naïeve pacifist zeggen, want dat klopt niet. Maar ik ben me ervan bewust dat soms je moet vechten om iets te veranderen. Het klinkt vreemd, maar voor mensen die de Tweede Wereldoorlog herdenken, beseffen we dat ook. Soms moet je vechten om iets te veranderen, om je te verzetten of wat dan ook. Dus ik begrijp dat. Maar laten we nu meepakken naar één van die zoveel oorlogen. En ik heb veel dingen geleerd in die oorlogen. Ik heb één ding niet geleerd, dat kan ik al op voorhand zeggen. Ik heb zoveel waanzin gezien dat ik nog altijd niet begrijp wat mensen bezielt om een ander bewust af te slachten, te vernederen. En ik ben misschien blij dat ik het niet begrijp. Want dat zou willen zeggen dat ik het aanvaardbaar vind. Ik begrijp het nog altijd niet. Maar ik probeer wel te begrijpen waarom oorlogen ontstaan en zo. En ik heb in al die oorlogen, zeg maar Somalië in de jaren 90 of Rwanda, of als je het over invasies hebt, bijvoorbeeld Afghanistan, Irak, misschien later Syrië of Oekraïne. Mensen vallen binnen en meestal verliezen ze de oorlog. In elk van die oorlogen is degene die die invasie doet, is rap vertrokken, hè. Zowel in Somalië als in al die anderen. Ze verliezen de oorlog. En met diezelfde vraag ben ik bijvoorbeeld bij de Amerikaanse minister, Armitage heette die, die in 2001 verantwoordelijk was op buitenlandse zaken voor de invasie in Afghanistan. En ik ben hem dat gaan vragen in het besef dat ze 20 jaar later met de staart tussen de benen terug vertrokken zijn. Dat hebben we nog gezien 2 jaar geleden. Ik was erbij in 2001 en op het einde ook opnieuw. Ik ben hem dat gaan vragen, hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? En hij pakte zijn bril en hij was zich heel erg bewust van wat ze fout deden. En hij pakte zijn bril en zette die op en legde die terug neer en zei, we make the big mistakes. We always look to the world through our glasses. Never through their glasses. We kijken altijd naar de wereld door onze bril. En veel te weinig door hun bril. Door de bril van de Irakees, de Afghaan, de Syriër, de Congolees, de eender wie. We kijken door onze bril. Jammer genoeg is het besef bij hem gekomen op het moment dat hij geen macht meer heeft. Dat is iets dat je vaak merkt. Op het moment zelf, dan, als ze macht hebben, dan gaat het anders. Maar laat me nu meepakken naar een aantal conflicten waar ik met u doorheen ga struinen. Bijvoorbeeld Afghanistan, waar we het net over hadden. Wat doet dat met de mens? Ik ben in Afghanistan geweest toen ze bevrijd waren en ik vond het een bevrijding op het moment dat de Taliban vluchtte. En ik kwam in Jalalabad eerst en daarna in Kabul. En de Taliban was op de vlucht. Je zag ze door de bergpassen trekken. Er werd nog wat geschoten, maar ze waren weg. En de eerste keer dat de mensen buiten kwamen en gingen zoiets absurd doen, en ik ben mee gaan doen, als een kapsalon open doen. Want 5 jaar lang werd er niet gekapt en geen baard geknipt. Want het mocht niet. En voor de eerste keer gingen die jonge kerels zich laten scheren. De euforie is veel groter dan na onze corona, hoor, geloof mij.
de euforie om buiten te komen. Ja, ik praatte, ik ben eergisteren bij mijn kapper geweest en hij dacht onmiddellijk aan hemzelf en na de corona. Maar eigenlijk was dat veel groter. Of hij vertelde mij, want we sliepen bij die vier gebroers, waren dat we sliepen bij hen op de mat, want ja, hotels waren daar niet meer. Je slaapt op de mat en je eet samen van de pot met hen en zo. Hè. En hij ging wandelen met zijn vriendinnetje. Ik dacht van, hoe doe je dat in godsnaam? Iedereen weet hoe dan een burka eruit ziet. Hoe doe je dat? Ah ja, maar wij hebben er wel een idee van. En dat meisje vertelde dan, ja, wij meisjes met een burka... Ja, waarom zeg ik dat eigenlijk? Maar boswet. Wij meisjes met een burka, wij gaan wandelen en wij wandelen tegen de wind in. Dan kunnen onze... En hij zei, ja, inderdaad. Ja. Ik dacht van, ja, de wereld is toch wel een onwaarschijnlijk fantastische plek. Als je dat kan op die manier bekijken. Maar goed, dus nu, zoveel jaar later, was de Taliban terug. Ik ga naar daar. En ja, de wereld zegt van, ja, de Taliban is terug. En het gaat altijd over de terreur en de grote verhalen. Terwijl het voor mij vooral boeide, ik heb daar veel mensen leren kennen. Ik heb daar projecten gehad van, het heet van Moeders voor Vrede. Dat is zoiets. Een organisatie ook uit Ypres, de vredestad in België. Die scholen opgericht heeft voor meisjes daar. En artsen voor meisjes, voor vrouwen, voor jonge vrouwen. En ik had daar meisjes leren kennen. Ik had die klassen bezocht en zo. Die heel dapper waren en die wilden allemaal. Fantastisch vond ik dat. Ofwel voor dokter studeren, ofwel voor zakenvrouw. They wanted to change the world. Ik dacht, ja, hoe is het nou met hen? De school waar ze vroeger zaten was dicht. Alleen jongens, alleen mannen, jonge mannen. Die dat ook niet goed vonden, die dat ook niet fijn vonden. Maar Taliban liet geen keuze. Dus ik ging bij hen thuis. En dan vertellen ze, ja... We zitten hier nu al 6 maanden. Ik ben ze vorig jaar opnieuw gaan opzoeken. Ik wil ze volgend jaar opnieuw gaan opzoeken. En nog altijd zitten ze thuis. Een beetje thuisstudie in de hoop dat ze ooit dokter worden. Zo triestig. Zo intristig. En dat zijn die gezichten van de oorlog die je wilt tonen. Maar dan komt er nog iets bij. Wij het Westen zeggen nu, oké, die boze Taliban, die hebben de wereld daar nu voorover terug. Wij zijn vernederd, we sluiten het geld af, de kraan dicht en ze hebben geen inkomen meer. Maar het gevolg van het feit dat ze geen inkomen meer hebben, dat wordt niet verteld, is namelijk dat de inkomens voor de dokters niet meer komen. Want de helft van het land draaide op fondsen van buitenaf, van hulp. Dat werd afgesloten wegens terreur, dus dat mag niet meer. Bij gevolg, armoede neemt hand over hand toe. Iedereen die werkte bij de overheid werd naar huis gestuurd, had geen inkomen meer. Ik heb een man ontmoet bijvoorbeeld die vroeger politieman was. Die zat nu thuis en die had alles wat hij had al verkocht. Het was een krotwoning waar het vocht langs de muren droop. Het was winter, iedereen hoestte met kinderen. Niemand van heel die familie had nog werk. Allemaal zat daar thuis. Hij had alles verkocht. En zijn oudste zoon... En dat is de realiteit die we hier zien. Hè. Zijn oudste zoon die was vertrokken intussen al naar Iran. En van heel die arme wijk was de oudste zoon weg. Die was 16, 17. Die was vertrokken naar Iran, onderweg naar hier. Want in Iran kon hij al misschien €50 per maand verdienen, net genoeg of opsturen, dat het gezin kon overleven met al die jonge meisjes daar. Maar het was niet voldoende, dus hij kon nog altijd niet overleven. En dan zei hij, ja, ik heb hier nu Safia, zijn jongste dochtertje, 5, verkocht. Voor €500. €500, dat was de prijs voor een jong meisje. Heel droevig. Het was aan een ver familielid, dus hij hoopte dat het wel oké kwam. Het was niet voor misbruik, wat je onmiddellijk zou denken, maar omdat dat verre familielid al ouder was. Bij manier van spreken, hij kocht voor zichzelf een soort van... toekomstige oudere verzorgster, die dan de rest van haar leven zijn eigendom was, of van zijn leven, om hem te verzorgen. Maar €500, de toekomst van een meisje van 5, Safia. Ik ga verder. En wat je dan begint te lezen, maar je hebt nooit cijfers natuurlijk, is dat sinds de Taliban machtsovername, dus je hebt die jongens die allemaal weggaan, en dan bij ons krijg je stemmen, ook in de politiek soms, van mensen die zeggen, ja, het zijn allemaal jongens die naar hier komen, en al die vluchtelingen, wat durven ze wel? Ja, natuurlijk dat die vader alleen zijn oudste zoon laat gaan. Dat is de enige die denkt het hoop te overleven om daar te geraken en geld te sturen. Dat is de werkelijkheid. En wat er ook wat niet gemeten wordt, is dat vroeger, ondanks de vele fouten die er waren onder het vorige regime, dat je niet mocht trouwen onder een bepaalde leeftijd. Nu mocht dat officieel ook niet, maar de facto
als de clanoudsten op het platteland het voor het zeggen hebben, mocht je weer terugtrouwen. Dat wil dus zeggen dat er een heleboel vaders, om als ze geen zoon hebben om weg te sturen, geen klein meisje om te verkopen, ja, dan gaan ze hun dochters verkopen en uithuwelijken. Hè? Maar ze praten daar niet graag over. Dan is het de zaak voor mij, en dat vind ik oorlogsverslaggeving, hoe vreemd het mogen zijn, niet het schieten, dat is redelijk saai, geloof mij. Je moet dat één dag doen, want men verwacht dat. Dan ga je naar de gevechten observeren, kijken, beschrijven. Maar daarna gaat het over die mensen. En er was één meisje, en ik ga een verhaaltje laten zien dat mij gepakt heeft. Hojra heette ze. En zij was zo'n slim kind. 12, 13 jaar, denk ik. De eerste van de klas in haar school. Heel ambitieus, wou uiteraard dokter worden ook. En was verkocht door de vader, want hij moest zijn schulden betalen. Anders kon hem de drie andere kinderen geen eten geven. En ik denk dat het, ik weet niet meer voor hoeveel het was, 1500 euro, 2000 euro, om de kinderen te verkopen. Maar ik stel voor dat we even kijken naar het verhaal van... Want zij wou getuigen, een heel dapper meisje. Zoals zoveel anderen trekt Lomar elke dag door de straten, op zoek naar afval of oude rommel, waar hij misschien nog een cent kan aan overhouden. Vroeger werkte hij als bewaker, nu is hij werkloos. Hij ging een lening aan van 3000 euro, kan niet terugbetalen en moet nu zijn dochter afstaan, een kindbruid van 13. Did you speak with your future husband? تانوس نی از دیدیم چه تانوس گپ ندیم نمیخوایم هم که زندگی کنم نمیخوایم که گپ بزنم. Will he allow you to continue to study or what does he expect of you? نه خیر. او کسی نیست که مرا اجازه بده با مکتب درس بخوام میگه او تیک زین می داشت هیچ وقت تیک خواست از پدرم نمیکرد همیشه وقت به قهر از بام بایم از روزی که کار شده همیشه وقت هیچ لطف خوش بام رایم نمیکنن صرف یک عزت پدر گفته که میایم یک سلام میتا دیگه ای تو خاص ای چیز نمیکنه بام رایم Can you not find help with the Taliban? طالبا کسایی هستند که آینده تن خراب کردن آینده ما دخترای افغان خراب کردن دروازه مکتب به روی ما بسته کردن You know other girls who are like you who have to marry very young? بله اما شاید سنی هستم که پدرش قبول کرد که دختر خود به مقابل پیسه بده بعد از اینکه قبول شد تمام کار خلاص شد دختر خود چه سر با من دخمون تا به کی ما خودکشی کنیم ما نمیخوایم خودکشی کنیم ما نمیخوایم به گریان و به ناله پیش برد کنم ما میخوام ای حقم است تمام چیزی که آرزویم بود اونا رو فقط میتونم برای خود برآورده کنم Dat hakt erin. Een meisje van 13, ongelooflijk rijp. Ik was verbouwereerd door wat ze kon vertellen en hoe dat ging. Laten we u nu meepakken naar nog een ander conflict. Eentje van die andere oorlogen die onze wereld en onze tijd zo bepaald hebben. Je kan over Irak, ik ben er veel geweest. Ik kan er veel over, ik ben nou vaak geweest naar Irak. Dat is een oorlog die lang aangesleept heeft. Je kunt over de Amerikaanse ingrepen hebben, over de folteringen die ze gepleegd hebben in Abu Ghraib. Bijvoorbeeld. Ik ben een van die mannen gaan spreken die daar zo stond. Ik weet dat je die foto herkent nog. Van die met elektroden erop en de zak over de kop en die dan gemarteld werden. Getuigen daarvan, mensen die daar met hen in de gevangenis zaten. Dat zijn de verhalen die je wilt brengen. Maar ik ga nu even meepakken naar de oorlog die me de laatste 5 jaar geleden, 6, 4 jaar geleden heel erg meegesleept heeft. Dat is die tegen IS. Oorlogen worden om imperialisme gevoerd, om macht, om olie, om nationalisme net niet, maar ook uit een soort van extremistische overtuiging van IS.
En dan wil je gewoon beschrijven zoals je dat hier zou doen, als je de oorlog beschrijft, hè, hier in Nederland of in België, van een kleine gemeenschap. En er was één gemeenschap, die één dorpje, Kotsjo heette dat. Kotsjo is een dorpje in, op de grens van Noord-Irak, in de buurt van Mosul, waar Yezidi woonde. Ik weet niet of je de Yezidi nog kent, die religieuze minderheidsgroep die door als des duivels werden beschouwd door IS en dus mochten geen mensen zijn en mogen uitgeroeid worden. Bon, dat is de essentie. En wat kun je dan doen als verslaggever? Je zit daar met de Koerden aan hun frontlinie en in de verte zie je dat, zie je niet in detail, maar je ziet ontploffingen, je ziet jets die dingen doen, er wordt geschoten. En dan zie je die pick-ups van de... Van die IS, je kent hem, die pick-ups met die zwarte vlaggen met vier man op. Ze zitten, die rijden zo, omsingelen een dorp. En ik kan alleen maar wachten aan die frontlijn. Totdat er iemand komt die het meegemaakt heeft, die ontsnapt is, die het overleefd heeft en die vertelt. En er waren drie mannen die overkwamen. Drie. Van het hele dorp, van het hele stadje. En die drie, die gewond, elk van de drie. En mijn werk is heel simpel, hoor. Eigenlijk is mijn werk simpel. Je moet gewoon het juiste, het hart op de juiste plaats hebben en dan... Vragen met jouw micro, vertel mij. Zet u neer, doe rustig, drink iets, water. En vertel mij wat je meegemaakt hebt. En je moest gewoon je verhaal vertellen, alle drie apart. En achteraf probeer ik dat wel terug te vinden. Die drie vertelden dat ze uit Kotsjo kwamen. Dat wordt een, daar is nu intussen een monument gezet. Dat is een stadje en een slachtpartij die berucht geworden is, waar Amal Clooney haar rechtszaak mee doet. En zo, want we hebben die getuigenissen... doorgegeven. Soms heb je het gevoel dat een klein beetje een steen in de rivier verlegt. Zo. Dus die mannen vertelden, ja, ze kwamen rond het dorp en ze omsingelden ons. Iedereen moest naar het centrale dorpsplein. We hebben dat in België ook, waarschijnlijk in Nederland ook, meegemaakt met een Duits. Ze moesten samengedreven worden. En de mannen moesten gescheiden van de vrouwen en de kinderen. Maar ja, en ik vroeg mij af, waarom heb je niet gevochten? Want ja, zij waren maar met 15 of zo en jullie zijn met 500. Maar als er hier iemand binnenkomt met een geweer, wie gaat er hier beginnen vechten? Je moet er eens over nadenken. Wie heeft het lef om wie doet weten dat de andere dat je dan toch dood bent? Maar goed, ze deden dat niet en ze moesten alles afgeven. Hun geld, hun juwelen, wat ze aan telefoons hadden, dingen van enige waarde. En ze hoopten telkens nog dat ze dan mochten vertrekken. En dan mochten de mannen weg. In groepjes van 20, vertelde hij. Die drie waren in aparte groepjes. En ze werden meegenomen naar de rand van het dorp. Hij vertelt het dan heel beeldelijk aan de rand van het dorp. En hij zei van, maar toen, plots was er eentje die een beetje hoger ging staan en die begon zo te filmen. En toen wist ik, zei hij, dat ik ging sterven. Want dat is wat ze doen. Namelijk alles, hun eigen gruweldaden, filmen en opnemen. In de oorlogen van deze tijd is alles gedocumenteerd. De waanzin van Assad, de waanzin van IS, de waanzin van Poetin. Alles tegenwoordig staat op... Telegram en allerlei mogelijke sociale media. Dus IS filmde dat om angst aan te jagen, terreur te zaaien. Ik heb achteraf, want we hebben iemand die dat opzoekt dan, al die sociale media, de dark web, nakijkt. We hebben de beelden gevonden van de man die vertelt hoe hij werd neergeschoten. Je zag hoe ze, wat hij dan vertelde, bij elkaar, ze vielen neer. Hij heeft het overleefd trouwens, alle drie hadden het overleefd, omdat er lijken op hen vielen. Ze waren maar gewond en ze waren niet dood. En dan konden ze 's nachts wegsluipen. De volgende dag werden de lichamen, en dat is ook gefilmd, met bulldozers in greppels bedolven. Honderden. De mannen waren dus allemaal dood, behalve die drie. De kinderen, vroeg ik mij af, want je gaat op zoek dan. En dan is eigenlijk mijn werk een soort van onderzoek, een soort van zoektocht. Fascinerender dan een film op Netflix, hè, geloof mij, die zoektocht. Je gaat op zoek naar wat is er met de kinderen gebeurd. En dan na verloop van tijd in de kampen, in de vluchtelingenkampen, waar honderdduizenden mensen zitten verspreid in Noord-Irak, vind je kinderen terug die daar ontsnapt zijn, die Yezidi-kinderen zijn dat dan. Die waren allemaal meegepakt om in trainingskampen te steken voor, om tot welpen van het kalifaat om te bouwen, tot soort van zelfmoordterroristjes. En... Hoe komen we die tegen? Omdat ik met psychologen op pad ga, de plaatselijke psychologen, zijn er maar een paar. En je zegt van, als jullie boodschappen krijgen, hoe werken jullie met de trauma's van die kinderen? Hoe verwerk je oorlogstrauma's? Tekeningen laten maken. Dat doen ze. En dan mochten we meegaan naar zo een van die mannetjes die pas bevrijd was. En we vonden al die kinderen ook in die beeldjes, die propagandafilmpjes terug. Hè? Ik ga het nu niet laten zien, maar
hallucinant. En dan de laatste vraag is, dat we het vandaag dan toch, wil ik het liever over de meisjes hebben. Wat gebeurt er met de meisjes? De meisjes werden allemaal meegepakt naar Mosul en Tel Afar, een ander stadje. En daar in de souk bij elkaar gedreven, of zoiets, zoals uit het plaatselijke culturele huis, whatever. Bij elkaar gedreven en verkocht. Ik heb één vrouw die ontsnapt was door de achterdeur. Dat is bijna als een film. Je weet dat een aantal Yezidi-meisjes ook daarna trouwens de Nobelprijs voor de Vrede gekregen hebben. Een van die meisjes hielp mee in dat netwerk, een Yezidi-meisje, een onderwijzeres, die ontsnapt was, terwijl van voor haar familie vermoord werd, is ze door de achterdeur ontsnapt. En uiteindelijk is ze beginnen meehelpen aan dat netwerk. Ik kon met haar op pad gaan in die kampen, want ja, mijn oude blanke naap zoals ik, daar gaan die meisjes ook schrik van hebben als hij in die kampen langskomt. Dus ik kon met haar mee en al die meisjes en die vertelden hun verhaal. En dan kon je de werkelijkheid distilleren, uithalen van die oorlog. Namelijk dat jonge meisjes tussen 12 en 18, die waren top, want die waren nog ongerept. Die wou de emir, de kapitein van de IS-ploeg ter plekke, die pakte die voor zich. Of die werden voor een hoge prijs verkocht. Vrouwen van 20 tot 30, dat was nog wel wat. Okay, dat had nog een serieuze prijs. Vrouwen van 30 tot 40, die waren halve prijs. En boven de 40 werden ze gewoon weggestuurd of als slavin om al het vuil werk op te knappen. We gaan even kijken naar het verhaal van Basma, die ons een paar minuutjes gaat meepakken in die wereld van die meisjes en die overal gaan opzoeken. Ik zal er een paar laten zien. Dit is Basma, een gevlucht Yezidi meisje, op bezoek in Badra-kamp, even weg van de frontlinie. Ze is bekend in het kamp. Ze bezoekt regelmatig de meisjes die ontsnapt zijn van ISIS. Hier vertoeven er zo'n 100-tal, vol schaamte en pijn. Maar Basma vertrouwen ze. Wat is zijn naam? Abu Hadaifa. Abu? Hadaifa. Hadaifa. En hoe was hij? Gelijk peaceful. Gelijk peaceful. We hebben een tasweer als Bamoz Navewi. Deze oude vrouw is weggestuurd wegens onbruikbaar. Twee dochters zitten nog vast als slavin. In deze bouwwerf woont een meisje van 14. Ze werd van de ene jihadstrijder aan de volgende doorgegeven. Als de ene stierf, was het de beurt aan de volgende. Ze kon vluchten. Een filmpje laten zien. Ik zou nog kunnen u meepakken naar de gevolgen van de chemische wapens in Syrië, waar al die kinderen gedood zijn daardoor, waar eindelijk de werkelijkheid kan beschreven worden. Of naar, misschien naar Afrika. Misschien nu naar Afrika, ja. Naar die stroom van wat mij ook fascineerde, van al die vluchtelingen door de woestijn. We hebben het vaak over, op een zeer negatieve manier, over al die bootvluchtelingen, die mensen die we dan moeten terugduwen die verdrinken en zo. Maar die komen van ergens. Die ontvluchten oorlog. Die ontvluchten Soedan bijvoorbeeld, zoals nu. Die komen door Libië, worden daar vaak gefolterd, zijn in de handen van mensensmokkelaars. En het is een heel verhaal dat ons eigenlijk doet reflecteren, vind ik, over onze eigen menselijkheid. Ik ga een heel klein verhaaltje laten zien.
Nog eentje verder, dat is. Ik ga dit laten zien. Het zijn schokkende beelden. Hè? Op een bepaald moment krijg ik op mijn telefoon of via krijg ik beelden doorgestuurd als bewijs van iets. En dan moet ik zien, kan ik daar iets mee doen? Kan ik bewijzen dat het echt is? Kan ik, want als het echt is, dan is dat wereldnieuws. Als het een vervalsing is, zoals zo vaak tegenwoordig gebeurt, dan ben ik de risé van de journalistiek. Dus je moet zien, van klopt dat of klopt dat niet? Dan via allerlei netwerken probeer ik uit te vissen of dat die beelden klopten. Via zelfhulpgroepen van bijvoorbeeld, het gaat over Soedanese jongens, hè, dat is nu actueel, maar dit is enkele jaren geleden, die op de vlucht waren door Libië, onderweg naar de bootjes. Die Soedanese. En die netwerken die bepalen, ah ja, want we kennen die, want we weten wie de broer is. En die broer die is al vluchteling en die zit in Frankrijk. In Le Havre zat hij. Dus dan denk ik van, ja, oké, ik spring in de wagen. We rijden naar Le Havre en we proberen die jongen te vinden. We vinden die jongen, we laten hem de beelden zien van, hij zegt, ja, dat is juist, dat klopt. En ik heb bewijzen gekregen. En die netwerken die proberen vaak die jongens, die familie, $10.000, dat is de prijs meestal, af te persen. Want anders worden ze aan stukken gesneden voor hun organen. Wat doe je daarmee? Ik ben naar hem gegaan, ik zal het laten zien. وصلت الدار مسافة قاعد يستحمى ضربوا لي التليفون بنفس الرقم قال لي انت اخو مرغني وعبد المجيد قلت لهم انا اخوهم عايزين تدفع فدية 300 مليون جنيه سوداني وفي نفس اللحظة اخوي عبد المجيد اقول لك اخو خازين عليه السكين هنا وبعذبوا فينا حاول رسل القروش اليوم قبل بكرة Dit zijn Abdul Majid 19 en Magani 22. Foto's voor ze de tocht van de waanzin aanvatten. De broers komen uit Sennar in Soedan en zijn eerst een jaar gaan werken in Ajdabia in Libië. Toen ze hun reis verder zetten naar Tripoli, verdwenen ze. In Frankrijk ontmoeten we ook Ramadan, een asielzoeker die dezelfde route volgde. In Libië, we zone in Libië. لمدة شهرين في السجون فمرينا بنفس الأخوان الحسي مروا بيهم فكان التعذيب أخف قدر يعني ما زي هذا أنا أخف من كده. Hij toont ook een ander recent slachtoffer, gemarteld met brandende siliconen. Hier hebben we nog geen familie van gesproken en slechts één bevestiging. Abu Bakr hoopt het geld om zijn broers te redden via steun in te zamelen, maar vreest dat het niet lukt. De eerste deadline is verstreken. De kidnappers nemen de telefoon niet meer op. Dag Pi, je hebt een choice. Je hebt de choix. Je hebt de choix. Dat is hevig. Maar vooral ook als journalist. Als je naar oorlog gaat, krijg je de vragen, ben je betrokken, ben je niet betrokken, wat doe je met zoiets? Ik heb gewacht om het uit te zenden. Je weet, dat is cru gesteld goud, journalistiek, dat je nu handen hebt. Dit zijn ongekende beelden, dit was het netwerk van de smokkelaars, van de schurken. Maar als je dat uitzendt, dan heb je schrik dat die smokkelaars, want alles wat je tegenwoordig doet, krijg je ook via sociale media terug. Dus zij volgen dat ook, zij zien dat ook. Alles wat je ook in Oekraïne doet en zo, dat krijg je te zien. Wat moet je daar dan mee doen? Moet je dat dan tonen of niet? Ik vraag het aan de broers. Die zeiden, ja, ze betalen. We kunnen niet betalen, we hebben geen geld genoeg samen via crowdfunding gekregen. Dus zend maar uit. Met de vrees natuurlijk dat die jongens gaan vermoord worden. Omdat die schurken zullen daar in paniek dat misschien gaan doen. Intussen had ik wel. En ik zou het waarschijnlijk niet kunnen uitzenden hebben en ook niet gedaan hebben, ook niet over gesproken hebben, als het geen happy end had. Nu, wat is een happy end tegenwoordig? En dat mijn contact daar, mijn tolk in Libië,
is iemand die heel goede connecties had met special forces, bepaalde afdelingen, moeten soms goede contacten hebben. En die wisten in welk stadje, in Ajdab, waar ze... Walid, wat stond er juist op, waar ze waarschijnlijk gevangen genomen werden, waar een hele complex hadden van dat soort cellen voor vluchtelingen. Die zijn daar binnengevallen en hebben ze bevrijd. Daarna hebben ze nog kunnen spreken terwijl ze bevrijd waren. Maar dan zit je met het probleem, alsof je zou denken, die jongens krijgen dan asiel omdat ze zoiets ergs hebben meegemaakt. Nee. Uiteindelijk zijn ze daar blijven zitten. Een jaar later waren ze aan het werk bij een Libische commandant ergens op het platteland, als een soort van halve slaaf. Uiteindelijk zijn ze in Rwanda terechtgekomen, in de hoop dat ze via Rwanda, God betert, toch ergens asiel zouden krijgen. Maar dat is wat oorlog doet. Dat is voor mij het gezicht van de oorlog tonen. Ik zou nog 1000 verhalen kunnen tonen, maar ik begrijp dat ik al een tijdje bezig ben. Dus ik wil nog 1 gedachte meegeven. Want ja, Oekraïne is voor mij ook een ongelooflijke klap geweest vorig jaar. Ik heb nog dingen op zoek gegaan naar de horrorhuizen in Oekraïne, waar de Russen mensen ook folterden, waar getuigen van zijn. Maar het is dezelfde bedenking geldt voor al die oorlogen die ik heb meegemaakt en wat het met mensen doet. En dat is een bedenking van Amin Malouf, ik weet niet of u iets zegt. Dat is een Arabier, Arabisch, Libanees, Fransman, zowel christens, Europees, maar ook Oriëntaals, eigenlijk met 2 benen in 2 verschillende werelden. En die schreef het volgende. We zijn een nieuw tijdperk ingetreden zonder kompas. Mijn zorgen zijn die van een volger van de verlichting. Van iemand die het licht ziet flikkeren, zwakker worden en in sommige landen zelfs volledig ziet uitgaan. Dit zijn de zorgen van iemand die de vrijheid koestert. Volgens mij waren dat is wat mij drijft. En de persoonlijke bedenking dan? Conflicten brengen het beste en het slechtste bovenin mensen. Het is makkelijk voor ons om achteraf te oordelen, zoals na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Maar kiezen we het juiste op het ogenblik zelf? In de tijd waarin we leven? Wat is ons moreel kompas nu? Welke keuzes maken we nu? Daar gaat het om over. Tegenover die Soedanezen, tegenover enzovoort. In Oekraïne. Elk woord, elk gesprek heeft gevolgen, zei de Franse filosoof Sartre. Ook het stilzwijgen. En voor die keuze staan we ieder van ons. En ik denk, als ik jullie juist kan inschatten, dat jullie ervoor gekozen hebben om niet te zwijgen. Dank u wel.
to face, 'cause I'm alone and I just might fail. Lord knows I tried. Sure as the stars fill up the sky. Stand up, team up, people with me. Together we are going to a new wall. Far across the river, if we don't call you, it's calling you. Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, stand up, together we're gonna be a brand new world. To a brand new world. Far across the river, do you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my Ja, Valerissa, dat zijn mooie klanken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar heavy stuff. Ja, en we zijn dat denk ik allemaal aan het verwerken. En jouw mooie stem, jouw mooie stemgeluid is echt, doet goed. Ik ben heel benieuwd, Valerissa, wat voel jij, zeg maar, of wat roept Bevrijdingsdag bij jou op? Ik denk dat het heel mooi is om op zo'n dag erbij stil te staan hoeveel mensen op de wereld er eigenlijk helemaal niet vrij zijn. Wat vrijheid ook mag betekenen voor een ieder. Maar ik denk dat heel veel natuurlijk wel voor zich spreekt. Ja. En dat het heel... het is natuurlijk niet genoeg, maar het is een mooie dag om te zien waar we nog beter in aan kunnen werken. Ja. Wat er beter kan op de wereld. Ja. Een stukje bewustwording daarin. Bewustwording, self-awareness en gewoon ook het stukje wat er tegenover staat, dat je zelf zo dankbaar mag zijn elke dag. Mm-hmm. Ja, ik denk dat we allemaal wel eens klagen, maar dat zo'n dag echt, ja, dat ik denk van nou, ik heb het toch best wel goed. En ja, dat niet natuurlijk de main thought van de dag moet zijn, maar het is wel goed om even stil te staan van kijk wat er allemaal op de wereld gebeurt. Ja. En natuurlijk ook om te zien, waar kunnen wij ons steentje bij aan bijdragen? Precies, ja. Nou, je gaat ons verwarmen met nog een mooi nummer van jou. Ja. Wat is dat nummer? Of nee, niet van mij natuurlijk. Nee, maar het zijn allemaal nummers. Jij gaat hem zingen. Ja. Ja, en ik denk dat jullie deze ook allemaal kennen. En ik zie jullie natuurlijk allemaal luisteren. Maar het zijn krachtige woorden. Mocht je de woorden kennen, vind ik het niet erg als jullie meezingen. Het laatste nummer is van Sam Cooke. En het... Ik hoop ook dat we dit kunnen manifesteren. A change is gonna come. Oh,
Dankjewel, Valoriza. Super. Bedankt, iedereen. Heel mooi, heel mooi. Ja, nou, zoals ik net ook al aangaf, ik vermoed dat iedereen het voorgaande nog aan het verwerken is. In ieder geval als ik naar mezelf kijk, is dat wat ik aan het doen ben. En ik wil ook heel graag bij mij uitnodigen, nog een keer, Rudy Franks. Onder groot applaus natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat overal waar u komt en uw verhalen vertelt, wordt het stil, zoals hier. Ja, ja. Als het dat niet wordt, dan heeft het niet gewerkt. Dan heb ik mijn boodschap niet goed overgebracht. Maar ik hoop wel dat mensen eraan overhouden. Die laatste zin, het gaat erover dat je niet zwijgt, dat je praat, dat je het overbrengt. En misschien toch om hoopgevend te zijn. Het feit dat ik hier nog zit, wil zeggen dat er 95-99% van de mensen overal ter wereld wel positief en goed zijn en proberen dingen te veranderen. A change gonna come. Ja. Dus vooral die jonge meisjes, het heeft zo'n indruk op mij gemaakt, zowel in Afghanistan als in Irak. Dus nee, het is aan de ene kant hard, maar aan de andere kant ook hard verwarmen soms. Ja, dat kan ik me voorstellen. En u bent altijd op zoek naar de verhalen die niet zo snel gezien worden. En ook, als ik een beetje zo luister, naar de andere kant van verhalen. De andere kant dan wat wij hier in Europa, laten we zeggen, voorgeschoteld krijgen. Of wat wij zien. En wat dan een soort gemeengoed wordt van zo moet je er tegenaan kijken. Klopt dat? Ja, ja, dat is juist. Dat is juist. Nu, toeval wil dat ik gisteravond nog in een panelgesprek van de Universiteit van Brussel ging zitten, waar men het had over de Syrië-strijders, de foreign fighters en zo. Ja. Omdat daar ook de unieke manier, de sens unique waarop men daarnaar kijkt, is dat men nooit gaat kijken naar hoe komt het, wat zijn de problemen waaruit dat allemaal is voortgekomen. Je moet durven kijken naar de wortels van dingen. Ja. Wat er allemaal fout gaat en wat er fout gelopen is daarvoor. En je moet durven die bril opzetten. Hè? Je moet durven met een andere bril kijken, alleen niet met die van jou. En ook voor mij is dat soms moeilijk. Hè? Dus soms moet ik zeggen, zeg Frank, zijn we nu wel eigenlijk niet een beetje met je eigen kleine beperkte brilletje bezig? Dus ja, dat is zo. Ja, ik merk dat ik dat zelf ook regelmatig heb. En u bent historicus. Ik kan me voorstellen het belang van het kennen van de historie. Laat ik het anders zeggen. Hoe belangrijk is dat? Extreem belangrijk. Ik zeg vaak, of ik heb daar zo van die wilde theorieën over. Doe ik nu eigenlijk aan journalistiek of aan geschiedschrijving? Eigenlijk doe ik aan, het is niet slow journalism, maar fast history. Mm-hmm. Eigenlijk probeer ik met de vragen van een historicus de werkelijkheid van nu te bekijken. Ja. En daardoor ook te bedenken van hoe zou in hemelsnaam iemand over 50 jaar kijken naar wat er zich nu in Oekraïne afspeelt? Ja. Precies. Dat is wel een interessante vraag. Voordat ik verder spreek, wil ik u ook uitnodigen
Mocht u een vraag hebben specifiek over wat we net hebben gehoord of gezien of iets persoonlijks aan Rudy Franks, dan mag u achter een van de microfoons plaatsnemen om uw vraag te stellen. We gaan er zo meteen nog verder over spreken, ook met de andere panelleden. Als we dan eventjes heel kort gaan naar Oekraïne, hoe denkt u dat we daar... natuurlijk kunnen we de toekomst niet voorspellen. Maar zijn er misschien al dingen waarvan u zegt... ja, daar wordt nu zo naar gekeken of zo over gesproken... maar ik heb gezien dat of ik zie een andere kant... die wellicht minder bekend is? Ik zie... Het is voor mij heel moeilijk om daar een andere kant in te vinden. Eerlijk gezegd, echt waar. Wat ik wel vind, is dat we heel erg vanuit onze bril kijken naar... het is een... conflict dat zich daar afspeelt. En ik heb soms discussies met militairen daarover. Ja. Maar eigenlijk is het een wereldoorlog. Alleen maar het graan. Als het graan niet meer tot in Somalië en de Hoorn van Afrika geraakt, dan gaat de hongersnood daar toenemen. En als de hongersnood daar toeneemt, dan gaan er meer vluchtelingen op bootjes kruipen. En dan gaan we weer een ander probleem krijgen. Dus alles is zo met elkaar verbonden dat dit eigenlijk veel groter is dan dat we denken. Tegelijkertijd is een derde van de mensen... in ieder geval in Nederland zijn ze ondervraagd, is bang voor die oorlog. En u zegt eigenlijk, ja, maar lieve mensen, we zitten er al in. Ja, we zitten er helemaal in. En zelfs op een manier dat we vaak niet beseffen. Hè. Bij ons in België zijn volgend jaar verkiezingen en de inlichtingendiensten waarschuwen nu al dat in de hybride oorlog, zoals dat heet, de trollenfabrieken zullen proberen onze verkiezingen te beïnvloeden. Men is nu al bezig met leugencampagnes om te proberen, bijvoorbeeld extreemrechts of die... ja, te laten, te helpen, omdat die Poetin zouden steunen dan. Dus we zitten daar middenin, we moeten daar gewoon alert voor zijn. Of iedereen weet wat de gasprijs gedaan heeft vorige winter, dus we hebben mee betaald. Dus dit is een conflict waar we middenin zitten. Alleen, wij denken altijd over oorlog zoals we dat uit de documentaires van de Tweede Wereldoorlog en de Eerste kennen. Ze rijden met tanks over en weer, in Oekraïne wel ja, maar daarbuiten... is er veel meer aan de gang. Zoveel meer. En dat proberen duidelijk te maken is boeiend. Trouwens, ik vertrek volgende week op een nieuwe reis. 4-5 maanden, die hele tijd. Om proberen die nieuwe breuklijn in de wereld te gaan bekijken. Wat de mensen daar vinden. Ik noem dat het nieuwe ijzeren gordijn. Iedereen weet dat in 1989 het daar is afgebroken. Maar het is nu 2000 kilometer naar het oosten opnieuw daar. Een breuklijn tussen twee werelden. En we weten niet in hoe we in godsnaam die kloof gaan dichten opnieuw. Wie of wat bepaalt waar u naartoe gaat? Wel ja, de bazen moeten betalen. Hè? Maar los daarvan bepaal ik dat zelf. Ik heb een idee en ik denk van dat zou een interessant, fijn idee zijn om uit te werken. En dan stel ik dat voor en dan is het aan hen om te kiezen, ja of nee. Ja. We gaan erover doorspreken, sowieso. Wat ik opmerkelijk vind, u had het over Safia. Nou, mijn oudste dochter heet Safia. Ah, is dat? Dus toen dacht ik, oké, ja. En een andere gedachte die bij mij opkwam, en ik weet niet of er meer mensen hier zijn die dat hetzelfde dachten. Er wordt zo snel gesproken over gelukszoekers. En dan zie je deze beelden en dan denk ik, oké. Ah, ik word daar zo moe van. Ik vind dat niet alleen moe, ik word daar boos van. Dat zoveel weerstand. Gelukzoekers. Dat is toch een mooi woord? Ja. Gelukzoeker. Wat is er mis mee? Net zoals men als een soort van scheldwoord goed mensen zei. Ik ben liever een goed mens dan een slecht mens. Allee, beseft men dat wel? Ik vind dat zo vreemd. Ja, dat is... Ik bedoel, ja, tuurlijk zijn dat gelukszoekers. Wil dat zeggen dat we alle gelukszoekers van de wereld moeten aanvaarden? Dat is voor mij is dat geen politieke connotatie, maar mensen moeten wel met respect behandeld worden. En u had het over ons moreel kompas. Ja. Het is zo belangrijk om dat nu... Dus niet alleen te kijken naar, oké, wat is er toen gebeurd? Wie waren de helden? En dat is alles. Makkelijk zeggen achteraf. Hè? Precies. Maar nu, wat kiezen we nu? Ja. Wat zeggen we over die mensen die in dat bootje zitten en die verdrinken? Zijn dat probleemgevallen? Of zijn dat gelukszoekers? Wat zijn het? Het zijn mensen in de eerste plaats. Het zijn mensen in de eerste plaats. Dus je moet, om dan nu dat juiste kompas over wat er zich in Oekraïne afspeelt, wat zich overal afspeelt, hoe gaan we daarmee om? Kijken we liever weg? Of durven we het beest in de ogen kijken? Dat is niet evident. En ik zal heel eerlijk zijn, ik heb er ook geen antwoord op. Als men zou vragen, hier, je wordt minister van Buitenlandse Zaken van heel de wereld, dan nog zou ik het niet kunnen oplossen. Maar durf tenminste met een open blik ernaar kijken.
En met ieder zijn bril een keer. Ja, mooi. Ik ga de andere panelleden uitnodigen. Ik wil heel graag aan de volgende tafel uitnodigen. Zij is jurist op het gebied van de rechten van de mens en strategisch adviseur voor gelijkheid, inclusiviteit en diversiteit. Maar helaas ook ervaringsdeskundige over het vluchten uit een oorlogsgebied. Ik wil een applaus graag voor Dominika Gilday. Van harte welkom, Dominika. En dan de volgende gast aan de vierde tafel. Zij komt uit Oekraïne. En ze werkt, zet zich in voor de organisatie Zeilen van Vrijheid. Tetjana Tepliashina. Dan hoop ik dat ik dat goed heb uitgesproken. Welkom. Van harte welkom. Allereerst ben ik heel erg benieuwd, laten we zeggen, voordat we ingaan op wat jullie ook nog doen daarnaast. Wat is jullie indruk, wat blijft bij jullie hangen als jullie de lezing van de heer Franks zien en luisteren? Dan wil ik graag bij jou beginnen, Dominika. Herkenbaar en belangrijk. Het film wat u van de Soedanese groep heeft laten zien, is een jaar of 10 geleden ook over Eritreërs ook een dergelijke documentaire geweest. En het is niet in het verleden, maar het is nu nog steeds actueel. En toevallig had ik met Pasen de zoon van mijn zus op bezoek, die sinds kort in Duitsland woont. En hij is ook op die manier door Libië gegaan. En hij vertelde aan de paasontbijttafel, waar mijn zoon van 25 een beetje chill achterover zat, dat hij ook 3 kompanen heeft moeten begraven daar in de woestijn. En dat, wat dat gewoon betekent. Dus het is voor mensen hier, en niet ver van mijn bedshow, dat is een realiteit die we dagelijks horen van onze familieleden die dit meemaken. En wat u net zei, vind ik heel belangrijk. 1 is de root cause. De oorlog in Soedan is een oorlog dat echt zo lang geleden begonnen is, dat de wortels elders liggen, waar wij allen ook part aan hebben. De oorlog in Eritrea, idem dito. De oorlog in Oekraïne ook. Ik denk dat gewoon dat is. De root causes is heel belangrijk. En niet om een analyse te maken, maar ook om te kijken van op welke manier dragen wij bij dat de oorlog in stand blijft, waardoor de situatie zo is. En ik denk dat het, wat u zegt van aan die gelukzoekers, ja, Nederland als grote land van grote gelukzoekers die over de hele wereld ook geprofiteerd heeft. Dus wat je gezaaid hebt, ga je oogsten. Dat is een beetje een cynische uitspraak. Maar tegelijkertijd is het recht van de kinderen van ons hier om overal te mogen zijn met een Nederlands paspoort, overal naartoe te kunnen reizen. En het recht van andere jongeren om ook het leven te hebben die onze kinderen hebben. Dus die verdeling, nou, ga zomaar door. Ik denk dat er heel veel van over te zeggen valt. En ook wat u zei over de meisjes. Ik denk dat dat echt hartverscheurend is. Maar dat is iets over de prijs van mensen. En in Nederland, over niet al te lang, over 2 jaar, gaan ook de registers open van de collaborateurs. Waardoor wij zullen zien voor hoeveel geld mens zijn buurman en buurvrouw heeft verraden. Terwijl die niet eens, zoals deze man in Afghanistan, op de rand van leven en dood misschien zat. Dus ik denk wel, voordat we de eerste steen werpen, laten we naar onszelf kijken. Ja, en ik kan me voorstellen dat u blij bent, of blij is misschien niet het goede woord, dat het fijn is dat iemand daar documentaires en programma's over maakt, zodat meer mensen dit kunnen zien. Ja, het is een begin. Ik hoop dat het daarnaast ook een flankerende aspect is. We hebben een soort, ja, tegenwoordig wordt het gewoon porn genoemd, echt bijna een soort voyeurisme hebben wij, waardoor we de hele tijd kijken naar beelden en de vraag is, wat doen we ermee? Ik denk dat de flankerende handelingen die nodig zijn, what's next, dat die echt op deze georganiseerde manier, zoals u dat doet, ook nodig zijn. Omdat we hebben op een gegeven moment ook dat er een soort saturation point, een punt bereiken van zoveel gruwelijke beelden. En de vraag is, wat ga je morgen doen? Ieder van ons, wat is je volgende stap? En ook wat de heer Franks ook zei,
En onze zeg maar bereik van invloed, op welke manier gaan we die aanwenden? Of het als consument is, als politicus of wat dan ook, als burgers, om deze situatie gewoon tegen te gaan. Dat is gewoon de essentie. Ja. Tatjana, welkom ook. Jij komt uit Oekraïne. Vertel even, hoe lang ben je intussen in Nederland? Hi, I will speak in English, so no problem. Apologies for that. I was able to follow. I've been in Netherlands for over 6 years now. Okay. And what was actually, what was the reason for jou om toen naar Nederland te komen? I came as many to work here. I came from Sweden, where I lived for another 6 years before that. So a normal corporate assignment. So I was just offered a job that I gladly took because I found Amsterdam to be one of the greatest cities in Europe. Yeah. And so you came here and when did you decide wanneer besloot je, ja dit gaat dit gaat vanzelf. Wanneer besloot je om je in te zetten voor de organisatie Zeilen van Vrijheid en wat doen jullie precies? I have been active in the organization probably since September last year, so 2022. The organization actually was founded in March 2022 by a group of friends who had still have a huge passion for sailing. That's the name, Zeilen van Vrijheid, because sailing is, you could tell, an ultimate freedom. You're always on the water, you can feel the... And this is a group of friends that decided that was seeing what has happened in Ukraine, with all the strong connections that we have there, we need to do something. They needed to do something. And the thing that was striking is the access to the medical care and the access to the medical facilities, because that is the first and foremost human right, and that was severely decapitated during the first months of war. So what the organization started doing and what we're still doing till today is we are gathering donations and buying primarily the medical vehicles, so things like ambulances here in Netherlands, and we're sending them to Ukraine where it's needed the most. Tomorrow we're sending our ambulance number 150 to Ukraine, and they are filled with medical supplies. So what we try to do is we try to ensure that people there can get as much medical help as they can, because it's extremely needed. Yeah, and yesterday President Zelensky was here in Holland. What did that mean for you? Frankly, I think that having him here meant some sort of pride, extreme pride. I can see how Ukraine is being supported by all of you here. So it's amazing to have this feeling of support from all over the world, and seeing how our president, who is representative of the people, being accepted on the level that probably has never been seen before is incredible. But also, I wish it never happened. Ja, en je zegt net, ik krijg er een trots gevoel van. Geeft het je ook kracht om te zien als je, je omschrijft net hoe bijzonder het is, hoe de mensen in Nederland, zeg maar, jullie steunen hierin. Geeft het je kracht? Yes. Geeft het mensen uit Oekraïne een kracht? Yes, I know that. I have seen that. One of the ambulances that we send, we actually painted with the local artist here in Amsterdam, and we've given markers to the children of Amsterdam in the international school
to send the messages, to put their love. And when we took it to Ukraine, when we took it to the hospital, to the children's hospital, the doctors there broke out crying of happiness. Mm-hmm. And that is the story we have seen multiple times, when they understand that what people in Ukraine are used to fighting in the last 8 years, but when they see the support that has been given from everyone, when they see that people in Netherlands care enough to give even a little bit, even a tiny package of candy, we do that from time to time, send the local Dutch candy to just show our support, people, for them, it gives hope, it gives strength, and it gives, well, hope is probably. Ja, I understand. Dat begrijp ik. En tegelijkertijd ben ik heel benieuwd. U ziet, meneer Franks, u ziet zoveel oorlogen. Zou het niet mooi zijn als we dat misschien met meer mensen zouden doen? Deze ontvangst. Of de ontvangst, dat klinkt misschien niet aardig. Laten we zeggen, de warmte tonen. Tuurlijk, absoluut, uiteraard. Je moet dat tonen. Maar ik heb misschien wel een moeilijke vraag. Merkt u dat die steun, die warmte afneemt omdat de oorlog blijft duren? Ja. Yes, absolutely. We do see that the less Ukraine is mentioned in the news, the more normal it gets. Mm-hmm. The not necessarily the support declines, but it becomes normal. Mensen slijten, het wordt. Wij merken dat ook. Yes. En dat is zo erg dat die warmte vermindert omdat het oorlog gewoon wordt. Een klein voorbeeld, ik ben zoveel naar Irak geweest, waar de eerste aanslagen in Irak, 2004 en 2005, 100 doden was groot nieuws. Na 4 jaar, als ik daar was, moest er al meer dan 300 doden vallen in een aanslag voordat men in Brussel of in Hilversum zei, ja, dat is goed, maak maar een stukje. Dat is toch erg? Want de waanzin blijft dezelfde natuurlijk. Hè? Ja. And so you have to keep on working and keep on going. We will. We are continuing. It doesn't matter how hard it gets, because it's something that gives us strength as well here. But I will also tell you that I noticed that in my friends in Ukraine, how normal the war becomes to them. Mm-hmm. So it's not only here, it's not only that it desensitizes us to it, but it desensitizes people on the ground as well. And that's probably even scarier. Yeah. Is dat misschien ook niet een menselijke reactie om er überhaupt mee te kunnen dealen? En dan kijk even naar mevrouw Bidet. Nou, het is herkenbaar dat gewoon op het moment dat oorlog lang duurt, dat je op een gegeven moment ook doorgaat. Je gaat kinderen krijgen, trouwen, vieren en noem maar op. Er zijn mensen, collega's die in Oekraïne wonen, die ook zeggen van, oh, het is veilig, bepaalde gebieden, kom maar op. Dus op een gegeven moment probeer je een weg te vinden in situaties. Ja. En ik vond een heel mooi voorbeeld van wat op dit moment ook gedaan wordt door vrienden van u dan voor Oekraïne. De Eritrese onafhankelijkheidsoorlog is ook op die manier geweest. Mm-hmm. Eritrea heeft 30 jaar lang zonder internationaal hulp, alleen door crowdfunding, die hele onafhankelijkheidsbeweging in stand gehouden. Mensen die organiseerden etentjes, op straten gingen geld inzamelen en noem maar op. Dus dat is de veerkracht van mensen die vanuit de zelfbeschikkingsrecht en integriteit, vrede, dus al deze aspecten, die zijn hele belangrijke eigenschappen die heel veel volkeren hebben en hebben gehad. Dus het is gewoon heel belangrijk. De vraag is van op het moment dat want het gezicht van oorlog vond ik heel mooi metafoor wat u gebruikt. Van er zijn op dit moment heel veel oorlogsbrandhaarden in de wereld. Mm-hmm. En naar welke gaan we focussen? Dus net zoals de schilderijen van Hieronymus Bosch. Dat je echt gewoon allerlei hoeken dingen kan zien. Ja. En dan is het maar net waar ga je op focussen en daar de diepte in gaan. Om echt de atrocities en alle lelijkheden te kunnen zien. En ook alle mooiheden. En dus dat is de wereld. En daarin
een keuze maken, iets vinden. Ja, en zo werken media ook. Ik heb eens ooit lang geleden aan een toenmalige baas voorgesteld. Ik wil eigenlijk een documentaire maken over vergeten oorlogen. Die blijven duren. En hij nam mij apart en zei, je weet toch wel waarom we dat vergeten oorlogen noemen? Omdat het ons niet interesseert. Okay. Ja, en daarmee kon ik dan weer verder. Ja, oké. Nou goed, een ander verhaal misschien, wat ook een beetje vergeten wordt soms, lijkt wel. En u gaf het ook al aan, tijdens oorlogen zijn er allerlei randverschijnselen vaak die we niet in eerste instantie zo duidelijk zien. En een voorbeeld daarvan is tijdens de oorlog die ontstond in Oekraïne, waren er natuurlijk allemaal vluchtelingen, mensen trokken weg uit Oekraïne. Maar er was ook een groep studenten, buitenlandse studenten die studeerden in Oekraïne en op een gegeven moment weg moesten. En ik ga even in gesprek met zo'n student. Hij is niet op beeld zichtbaar, maar hij is ook hier aanwezig. En I want to ask you. First of all, I want to thank you that you are here with us. Yeah, that's all right. I think. Yeah. Okay. Thanks. Great. I appreciate yeah. I'm just curious about your story. When did you arrive in Ukraine? Yeah, I arrived in Ukraine in 2021. Okay. Yeah. Yes. 2021. So you went for studying? Yeah, yeah. What did you study? Yeah, actually I was born and raised in Nigeria. Okay. So I studied political science. Yeah, but I have this dream of working in international organization. So I gained admission in Ukraine in University of Custom and Finance, Dnipro. In what language did you study? Yeah, actually I was meant to study international relation and peace conflict. Yeah, but when I got to Ukraine, I understand that if you study in English, it's more expensive. So you have to, like, as a foreigner, if you study in Russia, like, it's cheaper. So you studied in Russian. Yeah, if I have to do a 1 year master, then it will be 2 years. Because for first 1 year, I have to do the language. I can imagine. Yeah. And okay, so then you learned Russian and you. More or less, and yeah, you started your studies there. Yeah, yeah, like. Wow, and okay, and what was the moment that you thought, okay, it's getting too dangerous for me here in Ukraine, and I have to leave? Yeah, you know, I have someone I call my brother. We are from the same community in Nigeria. So when the rumors of the war was going on, he said, "Does." Calm down, I've been here for over 12 years. This is what happened the last time. It will stop, so don't worry, stay in your hostel. You know, so I just relaxed. But when the first night, I think it was 24th February, when the first heat come, he said, don't worry, it will be fine. Before 1 week, everything will be over. Then it started going on. Then we decided, okay, we have to go to Lviv to stay, but the thing is that he can't come to me, and he have his family that was in Donetsk. Okay. Then I was studying in Dnipro, so the bridge wasn't connecting. Then it's either I come to him, or from there he goes to Lviv. Yeah. He said okay that he will wait for me. There's somewhere called Potava Oblast, so. We have to go from Dnipro with some friends. We are about three Nigerians three guys, Nigerians with a lady and the baby. Okay. So we have to walk from Dnipro closer to Potava Oblast. How long was that? Yeah, it's like 5 days maximum, I would say. So you had to make a 5 days walk. When did you arrive in Holland? Yeah, I arrived in Holland last year, around April or May. How did you arrive here? What was your way of transportation? How did you come here?
Yeah, when I get to my friend, my brother, he have a car. Okay. So from there, we drove straight to Lviv. Then we stayed in Lviv, and we thought we could stay there, but the war started again. Then we have to leave from Lviv to Poland border, you know, yeah. Krakow. So okay. And how was it for you when you arrived here in Holland? Yeah, at first, yeah, because I first of all arrived in Poland, but it's like, you know, like it's the same with Ukraine. So we have to leave. So to Netherlands, it's another driving like 3 days. So when we get, we just apped on the phone, where is the Red Cross? And we saw A&O hostel, where the Red Cross are, and took us in, you know. So you were, let's say, you were first welcomed, so to say, by the Red Cross? Yeah, first welcomed by the Red Cross. Okay, and so how was that for you? I mean, I can imagine you were happy that you arrived here and they were taking care of you, or how was that? Yeah, I was happy when they took us in. Yeah, but I couldn't be registered because I left my residence in Ukraine. So you had an official residency for Ukraine, but you left it in Ukraine, so you couldn't prove? Yeah, like a student temporary resident. Yeah. So I couldn't prove, I couldn't get a BSN because, yeah, you know, anyone can come, I said I come. Yeah. That was what the IND told me. So in August, I have to go back to Ukraine to get it, yeah, from the school. So, okay, so you were happy you were here, but you had to leave again. Yeah, had to go back to the war region. Yeah, because, you know, like they said, like if I don't have it, you know, yeah, Netherlands or any European will be like a safe ground to travel back to Nigeria, and I don't want to do that. So I discussed with my brother, like, can you drive me back, you know? Wow, so you had to go back and get your legal, let's say, student pass. Yeah, yeah. Okay, and did you go, and so afterwards you came back with the pass? Yeah. When I contacted my agent, like we call it agent, but the rep in the school, he said, oh, if I can come and I can pick it. And moreover, all my document, my school cert, everything was still in my house, like in my hostel. So I don't know, we are totally leaving. So I didn't pack everything. There was no time for it. Okay. Yeah, so a lot of your stuff is still in Ukraine. Mm-hmm. And because you didn't think you would go all the way to Holland. Yes, okay. Yes. So that was why I went back, then picked it my card. When I came back, yeah, I have to go to Gamente. Yeah, and I presented the card. Yeah, the nun gave me some ID. Yes. Yeah. But what do you mean? Here, when you came back? Yeah, here? Yeah. When I came back in August. I'm curious to hear from you. What is your situation at the moment? Yeah, my situation at the moment is that the government, first of all, gave us 1 year, and the 1 year finished in March this year. Right. So that time they were considering, because they told me that time in December last year that if I come for them to take me back to Nigeria, they will give me 5,000. They sent a letter to me that if I come in February, they will give me 2,000. If I come in March, they will give me 1,000. So I said, like, I don't want to go. So I just stayed. Then at a time, they changed their mind. They said, okay, we will extend it now till September this year. Then after September, plan at the moment? How are you gonna, you know, make your dream, you know, come true? Yeah, the only thing I have to do is like when the 6 months is over, I can seek asylum and see, because I don't know, because I tried to register in the school, but the school fees are so much for if you're not a resident, so
So how are you looking at this situation? Because, okay, let's face it, you were a student, you had everything well arranged, you were living in Ukraine, everything was fine, you had your papers, you paid for your education, and now because of the war, you cannot continue there. Yeah. How is the reaction? What do you see around? Do people understand? Or do they all think, oh, just go back to Nigeria? Yeah, the reactions are like, I don't know how to put it, but it wasn't a good feeling to me. Because, yeah, like when the 1 year expired, the pressure was on us. We had our few group chat, the pressure was on everybody. Receiving letter, you have to go, to go. This is not, it's except you have a passport. You understand, or you're Ukrainian, but you know that we have to go, that this is like a passage to our country. So I understand. So actually, you're in a situation that you didn't ask for, that was not because of you. It's also, let's say, you are a victim of this war as well, and you're in a situation and you actually don't know how to get out of it. Yeah, I don't even know what to do. So I keep hoping higher. Okay. Yeah. I want to thank you very much. Yeah, thanks. For your story. If you want to add anything more later on, feel free. No, yeah. It's okay. Thank you. Thanks for having me. I appreciate it. Thank you. Yes. Ja, dit is één verhaal. Ik ben heel benieuwd hoe u daar naar luistert. Ik heb zoveel aspecten in die zin van... Ik kan me voorstellen. De situatie is gewoon zo. Dus ik denk dat we... Ik ben van mening dat we moeten oppassen dat we groepen tegen elkaar gaan afzetten. Zeker. Dus op dit moment hebben we te maken met vluchtelingen uit Oekraïne. En dan zeg je van, oké, geef hen waar ze recht op hebben. En geef de bescherming er is... En het is zeker te waarderen dat er gewoon instrumenten in het leven zijn geroepen die er al waren, maar voor deze groep wel gebruikt zijn. Dat is de temporary protection en noem maar op. En dat is gewoon heel belangrijk. En de vraag is, wat nu? Wat nu met deze mensen? En dat is heel belangrijk. Het tweede is de pushback die geweest zijn van vluchtelingen aan de rand van Europa, om hen tegen te houden om Europa binnen te komen. En het verschil in bejegening tussen de Oekraïense vluchtelingen, de grens met Polen bijvoorbeeld, of de grens met Belarus, of zelfs de grens met Polen en Oekraïne, de manier waarop de ene groep behandeld wordt en de andere, daar heeft ook de Raad van Europa, ook ECRI, punt van gemaakt. Je kan geen onderscheid maken op grond van afkomst over de manier waarop je vluchtelingen die op dat moment de oorlog ontvluchten, behandelt. En dat is gewoon duidelijk. Dat mag gewoon niet. Okay. En wat het ook gezien heeft, en dan kunnen we dat ook een beetje vertalen op een positieve manier, is als het ons gelukt is om zo openhartig onze huizen en harten open te doen, waardoor opvangplaatsen beschikbaar waren voor de ene groep, dan is het, er is wel aanwezigheid om mensen op te nemen. Alleen, we zijn selectief in wie we opnemen. En dat daar kritiek op is, is heel belangrijk. Kijk eens naar de problemen die we nu hebben. En het is bizar dat we iedere keer verbaasd zijn dat we nu 2000 plaatsen meer nodig hebben, wordt er gezegd. De wereld, er is geen vrede. Ik heb nog niet in de nieuws gehoord dat er vrede op aarde is, dat mensen niet meer hoeven te vluchten. Ja. Dus er zijn well-founded fears of persecution, of oorlogen waardoor mensen op de vlucht zijn. Ik denk aan mensen zoals de heer Franks mooie beelden laten zien. En schrijnende beelden over dat echt gewoon de noodzaak er is om mensen op te vangen. Alleen de manier waarop selectief daarmee omgaan en op grond van afkomst dat een rol zou kunnen spelen, dat mag gewoon niet. Ja. Maar hoe ga je daarmee om? En het is niet een probleem die we in één keer kunnen oplossen. Maar onze harten gaan open of dicht aan de hand van erkenning en herkenning van de ander. Er is, een ander aspect aan. Het is niet alleen de afkomst. Ik weet dat men omwille van religie of afkomst gaat een onderscheid maken. Dat is fout. Ja. Maar er wordt ook een onderscheid, of men probeert ook een onderscheid te maken, of men komt om economische redenen dan wel omdat men de oorlog ontvlucht. Mm-hmm. Alleen ben ik mij bewust dat die lijn trekken, wat is
economisch een ellende. Yeah. Ik bedoel, als je de droogte in... Als je Somalië ontvlucht, is het omwille van de droogte? Is het omwille van Al-Shabaab? Of waarom is het natuurlijk? Mm-hmm. Maar ik begrijp dat politici met de handen in het haar zitten van hoe moeten we in hemelsnaam een moreel criterium gaan opstellen op basis waarvan we gaan oordelen? Dat is zeker een moeilijk probleem. Het moreel kompas is heel moeilijk. En het heeft ook te maken, is honger een politiek instrument? Of is het gewoon een economisch iets? En is economie en politiek met elkaar verweven? Dat zijn ingewikkelde verhalen die afhankelijk van een politiek gewin op een bepaalde manier geframed kunnen worden. Dus en ik denk dat we de complexiteit niet moeten versimpelen voor het gemak van om bepaalde keuzes te maken. Maar wanneer we de complexiteit in al haar complexiteit echt gaan aankijken en daar oplossing voor vinden, dan gaan we iets anders doen. En ik denk dat de scheiding tussen politiek... Politiek is maar één grond waarop mensen kunnen vluchten. Er zijn voldoende andere 5 gronden die er ook te maken hebben, die ook in het verdrag staan. Dus, en er is geen hiërarchie tussen politiek en anderen. En er is geen hiërarchie tussen oorlog en anderen, maar in ons besef, omdat wij gevormd zijn in een bepaalde tijdframe waarop vluchtelingen naar gaan kijken, is dat gewoon hoe het ontstaan is. Maar als we daadwerkelijk ons werk en onze handelen gericht zou zijn om bescherming te bieden op wie bescherming nodig heeft, en dat we daarin op een brede manier kijken, maar ook niet alleen maar vluchtelingen, maar ook ons buitenlands beleid, ons politiek beleid, ons economisch beleid. Het is breder dan dat. Ja. En dat is wat we nodig hebben. Ik wil er één ding aan toevoegen, klimaat. Als je de laatste VN-rapporten ziet, dan dreigen er miljoenen vluchtelingen omwille van het klimaat. En daar zijn we allemaal bij betrokken op een of andere manier. Zeker. Klimaat is een belangrijk punt. Als u wat wil vragen, dan wil ik u heel graag uitnodigen hier bij de microfoon. Ja, gaat u gaan. Buiten waar we het nu ook over hebben vanavond, of vanmiddag. Ik heb de vraag van de wereld wordt helemaal hergeschikt momenteel. Er is een jacht op grondstoffen. En ik heb het idee dat dat gepaard gaat met oorlog. Wat is daar ik vraag bijvoorbeeld aan u, vraag ik, wat is uw mening daarover? Dat is een eeuwig verhaal. De oorlogen in de wereld, in de geschiedenis, gaan altijd omwille van grondstoffen. En nu op dit moment, ja, dat is een terechte opmerking, maar we kunnen ook alleen maar concluderen. Nu gaat het over rare earth minerals. Tevoren ging het over olie. Het gaat over onze gsm's die anders niet meer werken. Het gaat over halfgeleider chips, waardoor Taiwan belangrijk is voor ons. Al die dingen maken dat er inderdaad een conflict is. De oorlogen wat Congo betreft, hè, wat de Belgische geschiedenis dan zo behartigt. Je kan zien dat de slachtpartijen, er zijn studies over gebeurd door de Universiteit van Gent, de slachtpartijen in Oost-Congo, een oorlog waar al miljoenen doden gevallen zijn, dat die gebeuren op plekken waar er toevallig, maar dan toch weer niet, kobalt in de grond zit en de producten die nodig zijn voor deze telefoon te laten werken. En de mensen die aansturen, die de wapens leveren en die de baas zijn van die milities die verkrachtingen van hele dorpen doen, die lopen vrij rond in Brussel, Amsterdam en Frankfurt. Omdat men ze niet kent, niet wil kennen, whatever. Dus dat is zo'n kluwe. En ik vrees dat daar weinig op te zeggen valt dan dat het effectief zo is. We hadden inderdaad, als we naar deze verhalen luisteren, dan word je je bewust van het feit hoe alles met elkaar verbonden is. En dat je dingen niet los kan zien. Natuurlijk hadden we niet gedacht dat we dit vanmiddag, dat wij de wereld op konden lossen. Maar het besef dat alles verbonden is en dat wij daardoor ook allemaal met elkaar verbonden zijn. Ik denk dat dat al een hele belangrijke is. En je merkt vaak dat dingen los worden verteld aan ons als mensen van het is zo en zo. Ik ben heel benieuwd, Tatjana. Er kwam natuurlijk nu even een andere vraag over grondstoffen. Maar ik wil heel even terug naar jouw gevoel. Want ik kan me voorstellen, je bent ooit vertrokken uit Oekraïne. Toen er nog geen oorlog was. Er was misschien wel dreiging of er waren situaties, maar in ieder geval was het nog niet zo erg. En op dit moment is er een hele andere situatie ontstaan. U zei dat zo mooi, meneer Franks, zet ook af en toe even de bril van de ander op. Toen ik even jouw bril opzette, dacht ik, oké, je bent dus weggegaan. En ineens ben je dus iemand die ook misschien een oorlogsvluchteling, of in ieder geval iemand waarvan het land in oorlog is.
Wat heeft het met jou persoonlijk gedaan? Welke andere dingen ben je gaan zien of gaan beseffen? Well, you cannot really let go. It never leaves you. It's been there since I actually woke up. My son was less than a year old when the war started. I literally woke up with the news of the first shelling of Kyiv and Kharkiv when it started. It was 4 a.m. here in Netherlands. It was way before even the news in Ukraine had the time to react. And since then, the time both stood still and ran crazily like it never before. In the first week, I convinced my mother to come here from Kyiv when the Battle of Kyiv was happening. Her story is not much different than from the story of our friend. And it took her over 24 hours just to get on the train. It was horrible. It is still horrible. The horrors that we see around us, the atrocities, I cannot believe that, but it also, I cannot let go. Mm-hmm. So personally, it was me. Yes, it's there every waking moment of every day. Yeah. And being part of onderdeel te zijn van Zeilen van Vrijheid, geeft je dat juist het gevoel dat je in ieder geval iets kan doen? Yes. It's this internal need to do something. I mean, it is horrible to see this happening in any part of the world, but particularly it happening to my hometown. So I basically grew up in the building that is very similar to this one. And seeing it in this state is unimaginable. Knowing that, well, I grew up in a town that is 20 kilometers away from Bakhmut, which is the most intense fighting happening right now. I see the pictures of the towns that I've been when I was a kid. There's nothing left. I don't recognize anything. So it's really hard to understand that because I've never really experienced that, but in the same time I have. So having Zeilen van Vrijheid with me, being able to do, to give back, to do something, to help the communities, it's giving me personal strength, even if it sometimes is really hard and frustrating to do that on top of having a job and being a mom. But yeah, it's, I can imagine, something I need to do. Ja, en ik kan me voorstellen, mevrouw Guidet, dat dat voor u natuurlijk ook geldt. Dat het werk wat u nu doet een direct gevolg is. En kan ik me voorstellen? En zo van, hier zet ik mij voor in. En om daar juist een kracht uit te halen. Dat is een groot... Is dat een groot... In de zin van... oorlog meegemaakt hebben, ja, als een klein kind, ja, en in oorlogssituatie geleefd hebben, gevlucht zijn, het geeft je een ander perspectief in het leven. Ja, dat kan dus ik. Dat sowieso. Ja. En ik denk dat ook, en waar het om gaat, is dat je, dat voor mij van belang is om niet te blijven in het verleden te blijven en in die pijn, maar op welke manier kun je transformeren, je kracht gebruiken om op een ombouwende manier in waar je ook bent, met wie er ook is, samen aan iets positiefs vorm te geven, ja, dat is zeker zo. Want anders, ja, dat red je gewoon niet. Nee. Dus en iedere keer ook, ja, de gelaagdheid van het verhaal. Voor mij is het belangrijk dat we de complexiteit onder ogen zien en dat we niet de simplistische dingen gewoon plat slaan. Omdat we ook valse hoop creëren die niet waar te maken is en op die manier desastreus gevolgen hebben op het moment dat we beloven dat we minder vluchtelingen naar Nederland komen. Ik zeg, ja, sinds wanneer is er dan vrede op aarde? Dat is dan wat ik zeg. Van, het is een correlatie tussen de mensen die aan onze deuren kloppen en de situatie in de wereld. Alleen de vraag is, op welke manier kunnen we bijdragen dat de situatie elders verbetert, dat er gewoon situaties anders zijn. En niet door ons verantwoordelijkheid weg te organiseren door te
te zeggen, nou, gaan we naar Turkije, gaan we naar Libië of gaan we naar Rwanda of waar dan ook. Dus dat zijn ook geen reële opties. Maar wat dan wel, dat kunnen we niet zeggen op het moment dat korte termijn geopolitieke vragen onze belangen duurt. Dus, en het treft wat u zei van de vergeten oorlogen, dat zijn vergeten, dus dat vergeten we maar. Maar ze voeden wel heel veel bewegingen waardoor wel mensen gedwongen zijn om te vluchten. De grootste groep vluchtelingen in België komt uit Eritrea. Ja. Om maar iets te zeggen. Ja. Ook in Nederland. Kortom, ook daarvan is het van belang dat wij als mensen snappen dat daar die connecties liggen en van belang zijn. Iemand wil een vraag stellen. Gaat de gang. Ja, super, super bedankt aan iedereen voor vanmiddag. Dat is echt, het zet je weer aan het denken. Ik was heel benieuwd naar uw laatste, of ten aanzien van uw laatste opmerking. Hoe blijven we weg in een haastige, vluchtige, snelle wereld waar mensen snel verveeld zijn of snel van simplistische frames? Want u zegt, je moet die complexiteit blijven zien. Hoe schep je ruimtes om dat te doen? Mooie vraag. Mooi. You want to answer the question? Maybe you have a good suggestion. Don't think so. Ik denk dat het bijna als een tegenbeweging voelt, maar het is het gewoon niet. Ik denk dat het vertragen nodig is. Maar tegelijkertijd is het, hoe kun je vertragen in de snelheid? En ik denk de complexiteit door documentaires, door verhalen te vertellen, door bij elkaar te komen, kijken naar waar hebben wij invloed waarin we met elkaar dingen kunnen doen. Voorbeelden zoals Zeilen voor Vrijheid, maar ook heel veel vluchtelingen doen ook heel veel om elkaar te ondersteunen. Dus blijf daarin investeren, in waar gemeenschappen voor elkaar ontmoetingen organiseren, waardoor de vervreemding en de vervlakking een voedingsbodem krijgt. Dat zou het zijn. Ik vind in deze tijd, en eigenlijk in elk conflict dat ik gekend heb, het sociale weefsel, dat is het enige waar ik verandering van verwacht. Of eigenlijk, laten we zeggen, hoop op koester. Want de grote conferenties, de politiek, de oorlog, nee. En zelfs al gaat het heel traag, hè. Dan heb ik het over Congo, hè. Maar la société civile, zoals men daar zegt, hè. Ja, dat is het enige dat misschien nog werkt. En men zegt dan vaak over de vreemde, maar ik heb het ook over in onze eigen wereld, hè. Tegen de polarisering, tegen de politieke scherpslijperij, zijn bijeenkomsten zoals dit, maar ja, allerlei toestanden waarin mensen met elkaar in de diepte praten. Vanuit en proberen te leren en te begrijpen. Het kan soms simpel lijken, maar het is het enige. En waar ook de resultaten zichtbaar zijn. Op het moment dat je in de directe omgeving iets doet en het ook het verschil voelbaar is, waardoor je niet vervreemd, maar elkaar ziet in de ogen aankijken, waardoor je kleine bewegingen mogelijk kan maken. Ik denk, daar heb ik wel wat meer positieve beelden. Ik weet van vrienden in Zuidoost bijvoorbeeld, hoe de kleine activiteiten in de buurt een enorme impact hebben op de leefbaarheid, hoe moeilijk het ook is. Mm-hmm. En ik denk dat dit soort voorbeelden zijn voor mij voorbeelden waardoor je niet vreemden van elkaar bent, maar elkaar kent en de naam weet en je weet de impact ervan. Ja, ik moet ook denken dan aan wat u ook eerder aangaf over de social media van vandaag de dag. Het is aan de ene kant dus zo makkelijk om al die beelden maar binnen te krijgen en van daaruit... ik had je niet gezien. Sorry. Dus de impact van social media en ook daarvan bewust te zijn. Ga je gang. mijn stem komt langzaam terug. Op basis van alles wat ik heb gehoord is mijn vraag ook gericht op de diaspora. Want nu, jij bijvoorbeeld nu al een tijdje vanuit Oekraïne hier in Nederland. Dat betekent dat daar dus een nieuwe generatie uit voort kan komen die zich Nederlands voelt, maar ook weer nog die binding heeft met wat er allemaal gaande is. En hetzelfde voor Dominica en Rudy met het verhaal van Congo. Trouwens, ik ben zelf half Congolees, dus heel mijn leven is dus zo'n beetje... oorlog dan wel, oproer in Congo. En ik ben 37. Dus je hebt zowel het gevoel dat je nog steeds iets
moet doen, want je bent verbonden, hè? Ook via de pijn in de ogen van je grootouders of je ouders. En aan de andere kant is het zo lastig omdat je er niet meer woont, je leeft er niet meer. Dus hoe zien jullie dat en wat hebben jullie al zien werken dat vanuit die laag van de samenleving, met ook middelen die er dus in een land zoals Nederland of België zijn, heeft gewerkt, zodat mensen in die société civiel echt voor vooruitgang heeft gezorgd. Want we weten dat remittances beter werken voor mensen lokaal dan geld dat vanuit de overheid zou moeten komen. Maar op dezelfde manier heb je ook injecties die in de société civiel kunnen gebeuren. Dus dat is mijn vraag. Ja, wie wil daar op antwoorden? Ja, het antwoord staat in de vraag. Ja. Dat is het enige dat werkt. Op welke manier dan ook. Je hebt het als het over economie gaat. Je hebt wie ooit daar die Nobelprijs gekregen voor microkredieten. Die bepaalde vrouwen in de cités in Kinshasa aan de slag helpt. Die hun eigen ding gaan doen. Je hebt zoveel mogelijkheden. En het zijn al die kleine dingen samen die niet alleen zorgen voor economische stimulans. Maar ook voor een hier. Voor de connectie die het legt. Het beste vind ik nog altijd het voorbeeld dat men zo'n discussie van ja, maar die moslim naast uw deur, de moslims, dat is niet goed. Dat zeggen ze dan bij ons. Hè. Ja, maar dat geldt niet voor u, want jij bent met een buurman en jij bent een goeie. Want we drinken samen thee en we eten samen een koekje. Ja, zo is het. Zo simpel is het eigenlijk. Dat is de société civile. En dat is het hele, ik weet niet hoe dat in Nederland zit, maar in Vlaanderen, het hele netwerk van gemeentelijke organisaties, van voor ontwikkelingshulp, maar ook voor plaatselijke opvang van alles en nog wat. Dat zijn de dingen die werken. En ook ter plekke. Ook ter plekke. Bijvoorbeeld, we hebben in België zoiets gekend, omdat ik daar vroeger bij betrokken was, door naar Roemenië te gaan als allereerste van mijn opdrachten. Adoptiedorp Roemenië. Ik weet dat jullie dat in Nederland gekend hebben. Maar al die kleine Vlaamse dorpjes, die hadden allemaal een dorpje in Roemenië waar ze elk jaar, toch wel een jaar of 10 lang, met een vrachtwagen naartoe reden om daar een schooltje te gaan bouwen. Dat heeft iets veranderd. Het zijn al dat soort dingen. Of het zeilen, al dat soort dingen. Ja, dus misschien ook juist het besef dat. Misschien juist ook het besef dat die kleine dingen. Misschien voelen we ons soms als dat we kleine dingen doen, maar dat al die kleine dingen bij elkaar juist heel veel grote. Je bent niet machteloos. Dat is het gevoel dat je anders hebt, ook als je naar oorlog gaat. Je voelt je machteloos. Ja. Nee, daardoor voel je je niet machteloos. Is dat naïef? So be it. Maar je bent niet machteloos. Ook al in wat je koopt in de winkel. Wil je producten kopen die gemaakt zijn door een of andere uitbuitende, ik weet niet wat, of kies je wat je doet? Alles wat je doet als mens heeft een keuze. Elke keuze telt. Ik hoorde verschillende vragen in jouw vraag. Eén is natuurlijk wat de heer Franks ook zei van de verbondenheid om iets te kunnen creëren. En het tweede is zoals u dan, u bent als werknemer naar Nederland gekomen, als tweede, zeg maar via Zweden hier naartoe. En dan, voordat je het weet, ben je refugié sur place, noemen ze dat. En op een gegeven moment, als je dat bent, of juist misschien niet, ben je nog steeds de immigrant. Maar, weet je, dus dat soort, maar waar het om gaat is, hoe lang het heeft met onze identificatie met de plek waar we zijn te maken. Ik vind het heel belangrijk, maar dat heeft echt met heel iets anders te maken, dat we ook aankomen in het land waar we zijn. Mm-hmm. En dat is een van de moeilijkste dingen met migratie, is dat wij 80% nog steeds daar zijn en met 20% van hier gaan we 100% proberen te geven. En dan gaan we kapot. Mm-hmm. Dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Dus soms iets verlies nemen door hier te zijn, een van de moeilijkste dingen. En hier zijn betekent dat je dat vergeet, maar dat je ook realistisch bent. Waar ga je bouwen? En je maakt keuzes. Dus migratie is ook verlies, is ook pijn. En ook wat voor garantie hebben wij dat we hier echt mogen zijn en mogen blijven. Een van de moeilijkste beseffen heb ik gevonden, de Holocaust van de Joodse mensen in Europa, is 400 jaar in Europa zijn, betekent niet dat je een van hier bent. Dus als je dat verhaal je eigen maakt, kan je cynisch worden. Maar hetzelfde is, het is niet alleen maar hier, het is een mondiaal iets. Dus het heeft te maken hoe wij ons vereenzelvigen met territorium, met grenzen. Ja, dus we komen in een heel ander onderwerp. Maar dus dit is een van de dynamieken van de wereld.
En ik denk, in ieder geval, een van de belangrijkste dingen vind ik zelf om hier te zijn en ook aan te komen. En dat betekent soms verliezen. En dat verlies nemen betekent niet meer klagen over bepaalde dingen, maar ook accepteren. En dat vind ik heel moeilijk, maar dat probeer ik in ieder geval. Maar dat betekent hier ook bijdragen om een sociale cohesie te creëren met wie we allemaal hier samen zijn. En het is geen rooskleurig beeld, maar het is wat het is. Tatjana, hoe luister jij daarna? Want dat is eigenlijk, dus eigenlijk is mijn vraag, hoe sta jij daarin als je kijkt naar de toekomst? En die natuurlijk heel onzeker is. We weten niet wat er gaat gebeuren. Maar zeg maar, ben je al op het punt dat je denkt van ja, maar ik moet het hier doen? Of hoe kijk je daarnaar? Well, I made my choice when I came here. I am here. My son was born here. He is going to be Dutch. He is going to have this culture. I hope that he brings with him the culture of Ukraine that I'm willing to give him as much as I can. I think it is very important to create community where you are, here. We are here where we can help. And indeed, there are no things too small. Even the tiniest little thing here could mean a world over there, whatever over there is. You can choose your goede doel, so to say, right? You can choose your cause that excites you and gives you strength, brings you to. But I do think that those two things are extremely important, and community is the most important thing. Ja. Ik heb nog één kleine vraag. Zeker, gaat uw gang. Volgens mij is het al bijna tijd, ik weet niet precies. Maar ik heb nog een vraag aan de heer Franks. Wat me altijd bezig hield, is de vraag of het u wel eens gelukt is in al die jaren om in de netwerken van de daders terecht te komen. Om eens daar eens te kijken waarom dan bepaalde dingen gebeuren. Ja, we kunnen het wel bedenken, maar is het u wel eens gelukt in al die jaren? Dan hangt er vanaf wat je met daders bedoelt. Hè. Als je bedoelt van een leger dat een land binnenvalt. Ik ben al uiteraard met zo'n leger op pad gegaan daarna. Hè. Je kan zeggen de Amerikanen zijn Irak binnengevallen. Ik ben achteraf wel embedded ook bij de Amerikanen gaan kijken waarom ze dingen doen en hoe ze zich voelen. Uiteraard. Maar als je bedoelt met daders of de schurken van deze wereld, de maffia of, ja. Of de mensensmokkel of, de, of die ja, mensen ik bedoel onder andere mensensmokkelaars, maar ook de filmpjes uit Sudan. Wat u zei uit Libië, waar ik het over had. Wat hun, de bewegingen wat zijn hun natuurlijk geld. Te doen. Is natuurlijk vaak geld. Ja. Maar er is een reden waarom ze dan op die manier geld willen verdienen. Een reden voor ze willen gewoon geld verdienen. Punt. Dat is het punt. Of ik ben geweest waar de maffia in Italië actief is. Ja. Dan kan je daar een heel begrip voor krijgen dat dat familiale netwerken zijn. Ja. Maar iets te zeggen, dat werkt familiaal en ze hebben een eigen erecode en ze beschouwen zichzelf dan niet als crimineel. Dan heb ik het niet over de grote drugssmokkelende, maar de traditionelere maffia bijvoorbeeld. Ja, maar verder en hoger dan dat lukt dat niet. Tuurlijk niet. Nee, lukt nee maar ook niet in contact gekomen met de, zeg maar, met kleine jongens. Die dan hand- en spandiensten verrichten. Ja, maar met de kleine jongens kom je wel in contact. Je komt in contact en dan, maar dan... Het besef dat er iets fout is, merk je aan één criterium als ze niet willen herkenbaar zijn. Ja. Voorbeeld. Dat is als ze zeggen, ik wil niet herkenbaar in beeld komen, ik wil nu wel vertellen wat er gebeurt en al dat soort dingen. Maar dan weet je zelfs dat ook zij besef hebben dat het moreel dat het niet helemaal klopt. Het heeft niet alleen te maken met dat men strafbaar is. Het heeft meer te maken met... Ze willen het eigenlijk toch wel. Ze voelen zich ongemakkelijk. En toch willen ze het ook wel vertellen. Ja. Waar je wel mee in contact komt soms, is mensen die eruit stappen. Die in het systeem gezeten hebben van dat criminele netwerk. Ja. De slechteriken, zoals men zegt. En er dan uitstappen. Bijvoorbeeld, ik heb het over een aantal extremisten van IS die erin meegestapt hebben. Die gevlucht zijn, die deserteren en die dan met mij willen praten. Ergens anoniem in een verscholen safehouse en dan heel hun levensverhaal vertellen. Waarom ze daartoe gekomen zijn, wat hun gedreven heeft om daartoe te komen. Welke verschrikkelijke dingen ze soms gedaan hebben en ze nu spijt van hebben.
Dat is namelijk, dat is met name mijn, mijn grote vraag. En dat, maar dat is fascinerend, hoor. Ja. Voor mij is dat, dat is heel fascinerend om in dat hoofd mee te kruipen dan. Ja. Ja. Alleen, je moet er ook uit geraken, want je moet uit dat hoofd terug uit geraken, want we moeten daarmee aanvangen. Ik vind het fascinerend om te begrijpen en te zien. En achteraf gaat hij dan de deur uit. Hè? En je laat die terug vertrekken. Je ziet die nog van ver, je kan die van achter wat filmen, dan is die weg. En dan gaat die op in de menigte. Ja. En dan is dat, dan kan het eender wie zijn. Ja. Met een verleden van, wat heeft hij in hemelsnaam gedaan? Onlangs hebben ze in Duitsland, er zijn zoveel Syriërs die gevlucht zijn, maar tussen die Syriërs die gevlucht zijn, zijn er ook een aantal die in het, ook gesproken, hè, die in het leger van Assad gezeten hebben en mee verantwoordelijk zijn voor gruweldaden. En nu waren die dan ondergedoken in Duitsland. Hè. Ondertussen zijn er een paar opgepakt, ook die veroordeeld zijn in de rechtbank. Maar ja, zo gaat het bij elke oorlogsmisdaad trouwens. Hè. Ja. Ze verdwijnen en soms komt er rechtvaardiging. Ja. Overal heb je dat. Ik wil, ik wil afsluiten toch met het hoopvolle waar we het net over hadden. En dat is toch het besef hoe belangrijk het is om elkaar op te zoeken, om met elkaar in contact te blijven, om die verbinding met elkaar aan te gaan en van daaruit. En ook, want dat vind ik ook wel een mooie, de hoop houden om ja, te geloven dat die kleine dingen ertoe doen en die klein, al die kleine dingen bij elkaar eigenlijk uiteindelijk het grote geheel vormen. Ik wil mijn gasten hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en voor jullie inzichten en energie bij deze middag. Dank jullie wel. En ik denk dat zij van jullie een heel groot applaus krijgen. Ja, toch? In het bijzonder natuurlijk Rudy Franks ook voor de lezing die iedereen zeker bewogen heeft. Ik wil ook iedereen die hier aanwezig is van harte danken. Fijn dat jullie hier waren. En mocht u dit programma terugkijken, dan ben ik ook echt heel blij dat u dit terugkijkt en dit toch meeneemt. Ik wil iedereen uitnodigen om nog even een drankje te doen beneden namens Nieuw Metropolis Zuidoost natuurlijk en het 4 en 5 mei comité Zuidoost. En tegelijkertijd vergeet ook niet, er is een mooi festival hier op het Anton de Komplein. En ik zou daar zeker even een bezoekje aan brengen voor some good vibes, zou ik zeggen. En een hele fijne dag nog aan iedereen. Dank u wel.